heerlijk geslapen. Dit is dag 3 van onze vakantie. En we staan nog steeds in het natuurpark Kleverud Struvenrende. En het is geweldig hier. Het is een droom. De zon schijnt. We hebben heerlijk geslapen. Alhoewel ik ook nog even gedroomd heb van mannen die rond de camper liepen vannacht. Ik was het niet. Maar het was alleen mijn man die er was. En lijken onze waakhond is niet aangeslagen, dus het zal allemaal wel goed zijn geweest. En straks gaan we verder naar ons volgende plekje. Wie weet waar het ons vandaag brengt. Maar we gaan eerst lekker ontbijten. En Erik heeft een geheim plekje voor mij, een romantisch plekje. Ik ben benieuwd. Oh, wat geweldig is dat hier. Jee, wat een mooie plek. Wel hoog. Beneden kijken. Oeh, hoogte geweest. Het is wel, oh, super. Oh, hier moet je s'avonds laat gaan zitten. Dus moet je vast wel leren. Ah, het is het toppunt van vakantie. Kopje thee, lieverd. We zitten hier op een uitkijktoren en Erik heeft een heerlijk ontbijtje gemaakt. Warme croissantjes. Echte croissantjes met heerlijke thee. Eigen gemaakte frambozenjam uit Oud-Averees. Nou, wat willen we nog meer? Oh, lieverd. Hi. Hij is kat. Hij is kat. Oh, wat doe ik klef. Oh, iets smakelijk dadelijk. Het is geweldig hier. Wat een verrassing. Mooi plekje gevonden. Lekker even een bakje koffie. Nederlandse stroopwafel erbij. En Laika kan hier lekker snuffelen en aan het meer water drinken. En Laika, fijn hier hè? Ja, zo fijn. Prachtig mooi water. Langs de snelweg. Onderweg naar Jönköping. Vanmorgen toch maar besloten niet naar Stockholm te gaan. Ons doel is eigenlijk de Lofoten, om daar naartoe te gaan en ja, de afstand is best nog wel ver. En als we een dag verdoen in Stockholm is eigenlijk zonde. We willen zoveel en zo snel mogelijk naar het noorden. Er is wel een stuk kouder dan hier. Het is hier ongeveer 23 graden nu, wel bewolkt. Maar het is heerlijk, we kunnen lekker buiten zitten. En we genieten van dit moment. We rijden hier nu door Jönköping. We zijn er bijna uit. Een enorme grote stad. Langs een mooi meer. En het klaart weer op. Ik zie de blauwe lucht. Net nog een beetje regen gehad onderweg. En we volgen onze weg richting het noorden. We zijn aangekomen in Motala-stad, een klein stadje aan een water. Weet jij zo hoe dat water hier heet, Erik? Het ene vatten verbindt dit met het andere vatten. Het is het Hupplepupkanaal. Het is een verbinding tussen twee meren. Het is hier een toeristische toestand. We staan hier even om even te lunchen. Dat hadden we nog overgeslagen. Ja, het is een mooi plekje om even uit te rusten. Kijk, dat ziet er hartstikke lekker uit. Ja. Hey, mijn chef Kokkie is er even bezig, jongens. Dat gaat ongelooflijk lekker worden. Jee. Zo. Ze zijn met de brug aan het repareren. En dan moeten we zo weer over om weer weg te kunnen. Eens kijken hoe lang dat duurt.
Hey, maar het is wel heel leuk met de sluisjes hier allemaal. Sluis. Het is een sluis die met een kanaal en die voert van het ene naar het andere. Dit zijn de sluizen van het Goethe-kanaal. Gezellig met een terrasje aan de sluis. Leica die geniet ook van het rondsnuffelen hier zo. Kijk toch eens wat heerlijk. Dit is het resultaat van onze lieve kok, die is heerlijk aan kook geweest. Ja, geweldig mooi plekje. Laika die wordt helemaal gek van die zwemmende, spelende kinderen daar. Spannend, Kokelintje die stuurt ons de bush in. Zijn benieuwd waar we uitkomen. In ieder geval wel prachtig hier. Hier waren we anders niet langs gekomen. Nee, het lijkt een beetje op de Belgische Ardennen. Ah, oh, het is heel wat heun.